Nou ja, het wordt een strijd. Het wordt een machtsstrijd. En de uitkomst, ja, daar zou ik geen eet op durven zweren, hoor, eerlijk gezegd. Kijk, Europa is wel voortvarend bezig. En in Silicon Valley lachen ze Brussel uit met die boetes, ook al is het 4 miljard. Weet je wel, dan nog zeggen ze, we won. Want ze hebben 90 of 100 miljard cash op de bank staan. Maar die lol gaat daar natuurlijk wel van af op een gegeven moment. Dat merk je ook al, dat de reacties geleidelijk aan iets gepikeerder worden, iets geprikkelder. En dat Pieter Thiel bijvoorbeeld, is een, eigenlijk misschien wel de woordvoerder van de tech-industrie, die begint nu interviews te geven, dat hij zich stoort aan die reguleringen vanuit Europa. Dus die spanning loopt geleidelijk aan een beetje op. Nou ja, misschien is er eerst nog weer een grote crisis nodig, à la Cambridge Analytica. De uitkomsten van dat Mueller-onderzoek zullen wat dat betreft ook belangrijk zijn. Dat, er komen natuurlijk weer nieuwe verkiezingscampagnes aan. En ja, we weten niet wat de verschillende partijen dan gaan doen met het internet en of we daar greep op houden.